Kadirkus, jouw verhaal van vanmiddag. Ja, dankjewel. Maar ja, goed, we hebben natuurlijk niet zoveel te vertellen. We komen hier met een 3-0 nederlaag nadat we met hoge verwachtingen hier naartoe zijn gereisd. En dat is dan met name gebaseerd op hetgeen waar we in de wedstrijd vorige week aan vastgehouden hebben. We hadden gehoopt daar vandaag een voortgang aan te geven. Nou, ik denk dat de wedstrijd zoals die begon, ging zoals we verwacht hadden, zoals we dat wilden. En dat Utrecht niet meteen vol druk op ons kreeg en dat we toch hun aanvallen redelijk eenvoudig konden pareren. Nou, we hadden de kans naar onszelf gehaald natuurlijk door de strafschop. Ja, vanaf dat moment is de wedstrijd de andere kant op gelopen. Hè. We waren mentaal niet in staat om die teleurstelling te verwerken. En ja, Utrecht kwam natuurlijk heel snel op 1-0, 2-0. Ja, we hebben de rest van de eerste helft heel veel dingen gedaan wat we niet op voorhand van plan waren. Nou, in de rust hebben we dingen kunnen corrigeren en de tweede helft gespeeld zoals we afgesproken hadden. Probeerde de wedstrijd te neutraliseren, die wissels hadden we ook toegepast. En dan zorgen dat je misschien een momentje kunt pakken voor een 3-1. Nou, ja, we kregen zelfs het geluk van een overtal. Helaas kon dat ook niet lang genoeg duren. Ja, dat was het beeld van de wedstrijd. We waren gewoon te weinig. Utrecht heeft in een bepaalde fase van de wedstrijd goed toegeslagen. De wedstrijd naar zich toe getrokken. En voor onze rest de teleurstelling. Dank u wel. Dank je wel. Vervolgens stond u zo van FC Utrecht. Ja, nou, ik denk dat wij van tevoren deze wedstrijd benaderd hebben door snel het knopje om te zetten vanuit Glasgow. Hier naartoe naar de Galgenwaard. En dat hebben we ook met de groep goed gecommuniceerd. Van luister, stel dat we niet verder komen, waar we niet van uitgaan, we verwachten nog steeds een kans te maken tegen Celtic. Dan word je wel hard met je neus op de feiten gedrukt als je vandaag punten zou verliezen tegen Willem II. Nou, de groep heeft dat enorm goed opgepikt. Ik denk dat we vrij agressief begonnen. Ja, dan krijgt Willem II de penalty door het wegtrekken van Alje ten aanzien van de Moerje. Nou, dan zit je op de bank en denk je van nou, dan kan je achter die achterstand dan gaan. Nou, dan schiet die jongen hem. Sorry voor Gert, maar die schiet er bijna een schedelbasis in de tweede ring. Die schiet hem over. En daarna begint het eigenlijk een beetje bij ons te lopen. En dan maken we het eigenlijk binnen een vrij korte periode maken we 3 doelpunten. Dan geven we in de rust ook aan van jongens, blijf nou fel en agressief doorspelen. Dan kunnen we ook er misschien nog 1 of 2 bij prikken. En dan zie je toch de wedstrijd een beetje weg ebben totdat de kaarten vallen van Alje Schut, van de Moerje. Nou, ik denk dat dat de negatieve hoogtepunten waren uit de tweede helft. Andere voordeel is wel dat wij zonder blessures uit de strijd zijn gekomen. En we kunnen gaan toewerken naar de wedstrijd tegen Celtic aanstaande donderdag. Dankjewel, Tom.